kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santoki biedt boeren concrete modellen aan voor uitkering tegemoetkoming. Digicel neemt glasvezel Landing Station in gebruik. President oriënteert zich bij verkavelingsproject Social Army. En nieuwe groep gezondheidsvoorlichters klaar om bij te dragen aan gezonde keuzes. President Chandrika Prasad Santokhi ontving rijstboeren uit het district Nikeri op maandag 5 augustus en presenteerde oplossingsmodellen om de compensatie voor deze agrariërs snel uit te betalen. Het staatshoofd benadrukte dat de landbouwsector, met name de rijstsector, van bijzonder belang is. Deze sector is zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, wat heeft geleid tot lage opbrengsten en aanzienlijke verliezen. Jullie boeren, jullie collega boeren, die waren daar. Jullie DNA-leden waren daar. De districtscommissaris was daar. En zij hebben gevraagd wat jullie ook willen. En dat is namelijk dat de regering 1. De rijstsector zal ondersteunen, de boeren zal compenseren. Maar dat bedrag wat de regering vrijgemaakt heeft, zoals het nu berekend is, per hectare, dat het niet voldoende is. Dat hebben ze daar gezegd. Tweede, wat ze gevraagd hebben, geef ze ietsje meer. Toch geef ze ietsje meer. Want ze hebben ook problemen. Ze hebben droogteproblemen. Ze hebben problemen met water. Ze hebben problemen met productie. Ze hebben problemen met saaizaad. Er zijn problemen. En als boeren problemen hebben en hun inkomsten wordt minder, dan krijgen ze geen geld. En zij zijn net zoals alle andere groepen even belangrijk en ze moeten ook geholpen worden als zij problemen hebben. Als ambtenaren problemen krijgen, dan krijgen ze koopkracht. Als boeren problemen hebben, dan moeten ze ook geholpen worden. Wat we afgesproken hebben, is namelijk dat er een verdeling komt in aantal hectare. De personen die meer dan 100 hectare hebben, de personen tussen 50 en 100 hectare hebben en die personen die onder die 50 hebben. De mensen die daaronder vallen, onder de 50 en onder de 100, gaan meer krijgen. En de mensen daarboven gaan ietsje minder krijgen. Tweede is de mensen daarboven, boven de 100 hectare, daar moeten we met minister van Financiën en de belastingdienst ook afspreken of ze belastingkorting kunnen krijgen. En als ze akkoord gaan dat ze belastingkorting kunnen krijgen, dan is dat geld wat beschikbaar is, dan bestemd voor die categorieën daaronder, waar jullie allemaal meer gaan krijgen. Hoe gaan we dit uitvoeren? Jullie vertegenwoordigers die binnen waren, die gaan mensen aanwijzen, ongeveer 10 mensen. En de werkgroep Reisplatform onder leiding van de heer Kalu, dat is het team van de regering. Samen komen ze bijeen. Vanaf nu gaan ze nu zitten berekenen, allemaal, hoeveel ze allemaal gaan krijgen. En zij hebben gevraagd om hun 1 week tijd te geven. Als ze vandaag konden doen, hadden we vandaag opgelost. Als ze morgen kunnen doen, is het morgen al opgelost. Maar ze hebben gevraagd binnen 1 week het op te lossen. Zodat jullie precies weten, dit is de categorie tot 50 hectare. Die gaat zoveel krijgen, het is meer. Het gaat meer zijn dan wat tot nog is afgesproken. Daarboven gaat ietsje meer krijgen en daarboven, boven de 100 moeten we nagaan hoe die compensatie precies gaat plaatsvinden. Of met bedrag, of met belastingincentives.
Digicel Suriname heeft de overgang van haar dataverkeer naar een nieuwe onderzeese kabel succesvol afgerond. Vrijdag 2 augustus heeft het telecombedrijf aan de Parwaweg in het resort Weg naar Zee haar cable landing station Deep Blue One feestelijk in gebruik genomen. Dit onderzeese glasvezelkabelproject omvat een investering van ongeveer $80 miljoen. Het zal niet alleen de internetverbindingen in ons land aanzienlijk verbeteren, maar ook de basis leggen voor nieuwe economische kansen en innovaties. Well, basically, it's a ceremonial opening of our new Deep Blue One project. Deep Blue One is basically a subsea fiber connecting 5 countries: Trinidad, Tobago, Guyana, Suriname, and French Guyana. This is basically to provide data connectivity to the various countries that I just mentioned. We have live traffic on the cable. The data you're using on your phone is currently coming from this cable with Digicel. So our intention is, this is just the first phase. The second phase is to roll out fiber within Suriname to bring high-speed internet to homes and businesses. Well, for Suriname, it's very, very beneficial, as in there is only one cable coming into Suriname today. If that cable is to damage, Suriname is basically like a blackout. There is no data coming into Suriname. And because of how critical data connectivity is, you need at least 2 cables to come into a country, one for redundancy as well. So with this, it strengthens Suriname resiliency for data. If one cable is to have an issue, the other one will always function. So in terms of the oil and gas and the boom that is coming in the future, a lot of the companies looking to invest in Suriname will need this resiliency, right? So this is a key factor for investments coming into Suriname. Another benefit for Suriname is that the Blue One is completely non-Chinese. It's all Alcatel, it's European, and part of a compliance for American company especially, investing in Suriname and these oil company investing in Suriname, they need to be on non-Chinese equipment. As you know, there is a global ban by the US on Huawei. This is completely non-Huawei. So this will help Suriname to attract investors coming in where they need a proper, resilient infrastructure for their capacity. Whenever you bring in a cable into a country, you need to bring it in where there are no ships, where there are no anchors, because these things can be broken with the ship anchors or if there's a lot of commercial activity. So we've consulted with NEMAS and MAS and the the people here. And this location is chosen because we were guaranteed that in the future, there's not going to be a lot of shipping commercial activity in this area. So it's to protect the cable from breakage. So landing the cable was the first phase. Now we're running a fiber from here to Guyana, Georgetown, Guyana, overland. So the cable coming into Suriname from the Atlantic Ocean, if a ship is, or if that is to be broken, we can route our traffic overland to Georgetown. And that's creating a redundancy as well. That is, we're hoping to complete that within 8 months. It's already, all the equipment is in Suriname, it's just to run the fiber there. And then the second part is to roll out fiber to the homes and businesses within Suriname. That as well is gonna come once we have our transport, we refer to it as a transport or the backbone of the network, completed. President Santokki en de minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, bezochten op 3 augustus een verkavelingsproject van Social Army. Dit project bevindt zich de Rijsdijk in het district Para. 32 jongeren hebben daar een bouwkavel gekregen. Van de meer dan 1000 geregistreerde jongeren zijn iets meer dan 100 geselecteerd. Zoals je weet, recentelijk ben ik weer opgestart om de woningbouwprojecten van de regering
op te zoeken en te kijken of de werkzaamheden vlot verlopen. We hebben als regering 6 projecten die we uitzetten, monitoren. 2 zijn al af. En gisteren ben ik bijvoorbeeld gestart bij projecten die vastzitten, om te kijken hoe we die kunnen oplossen. Feit is, het gaat om bouwkavels die mensen hebben gehad, maar niet toegankelijk zijn. Dat is het hoofddoel van de bezoek. Maar hier gaat het om ook een groep van jongeren die gronden heeft gehad. En die waren langs geweest. En het voordeel waarom ik ook hier ben, is dat in dit gebied in het verleden door de overheid grote lappen zijn uitgegeven aan functionele groepen. Bijvoorbeeld de jongeren, een bepaald bedrijf of een overheidsinstelling. Dus hier staan er ongeveer 5 of 6 van dit soort grote projecten. Dus als je eenmaal een weg aanlegt of een brug, dan heb je honderden mensen geholpen. Maar vandaag zijn we uit een soort, het doel ervan is, zij zijn zelf in eigen beheer bezig, zoals je zelf ziet, wat werkzaamheden zelf uit te voeren. In feite willen ze alles zelf doen. Wat niet kan, gaan ze de overheid vragen. Ik geef een voorbeeld, misschien de bouw van een brug, dat sneller is, of SWM, weet je. Maar vandaag zijn we hier voor een uitleg en een fysieke oriëntatie. Laat me u gelijk corrigeren hoor. Het is geen verkavelingsproject van Social Army. Het is een verkavelingsproject van de overheid, waarbij Social Army ook percelen heeft ontvangen. Dus dat is het. Hoeveel percelen heeft Social Army ontvangen hier op dit terrein? Social Army heeft hier 32 kavels ontvangen. Maar waar staan we precies? Als ik het goed begrijp, is het oud Suralco project. Zo staat het project aangeschreven. Maar de exacte naam van het project zelf en het gebied hier ken ik niet uit het hoofd. Ik begrijp dat het overkant van de Groenhartweg is. Van een andere groep hoor ik Rijsdijk dus. Maar om de exacte locatie, dat weet ik nog niet. Maar ik zie een pokkelijn bezig zijn. Waarmee zijn jullie precies bezig hier vandaag? Kijk, de organisatie Social Army is gestart met een bouwkavelproject voor jongeren. En we hebben aangegeven dat wij zelf zouden overgaan tot het ontbossen als wij die kavels kregen. En op dit moment hebben de jongeren hun bijdrage geleverd. En de meeste toewijzingsbeschikkingen van de jongeren zijn binnen. En dus dat wil zeggen, we moeten overgaan tot het ontbossen van die gronden zoals we hebben beloofd. Dus dat is wat wij vandaag, we geven eigenlijk starts in daarvan. We beginnen met het ontbossen van de projecten die wij toegewezen hebben gehad als organisatie Social Army. Het is eigen initiatief van Social Army. De kosten zijn vooralsnog op Social Army. Dus we hebben wel assistentie gekregen van de overheid qua advies. Maar voor nu is het Social Army die bezig is met de activiteiten hier. Het ministerie van Volksgezondheid heeft met succes een nieuwe groep health educators getraind. Op donderdag 1 augustus hebben zij hun certificaat in ontvangst genomen. Het doel van een health educator of gezondheidsvoorlichter is om individuen en gemeenschappen te helpen een beter begrip te krijgen van gezondheid en welzijn en hen te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Minister Amar Amadin sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van gezondheidsvoorlichters. De overhandiging gehad van certificaten aan getraind personeel van de Stichting Health Educators Suriname, SHEPS, maar ook personeel van particuliere huisartsenpraktijken. En dit alles in het kader van het HARTS-initiatief. Het HARTS-initiatief is ook een van onze programma's als het gaat om preventie, als het gaat om betere monitoring van chronische ziekten, zoals hoge bloeddruk en suikerziekten. En in dat kader hebben we de trainingen, regelmatig trainingen. En wat de bedoeling is dat binnen dat HARTS-initiatief eigenlijk dus personen in de eerste lijn, dus binnen huisartsenklinieken, met potentieel hoge bloeddruk en suikerziekte, in een traject komen van controle en monitoring. De bedoeling is dus dat ook personeel die werkzaam is op een poli, maar ook health educators die informatie verschaffen op diverse momenten of diverse locaties, dat zij ook op een
professionele manier getraind worden in het protocol van het hart. Dus als het gaat om lifestyle adviezen, als het gaat om monitoren, als het gaat om metingen doen, noem het maar op. Allerlei zaken die je in die training kreeg. En we hebben gisteren dus de eerste groep gehad van de health educators. Samen met een deel van het van personeel van het van particuliere huisartsenpraktijk. Dat is een hoogtepunt geweest, want de IDB bijvoorbeeld financiert ook het hartsinitiatief. De PAHO ondersteunt ook daarbij met technische packages, met technische guidance. En het ministerie rolt het ook samen uit met onze hartsstuurgroep. Dus het is een ontwikkeling waarbij we dus ook aan kennisverrijking doen binnen onze bestaande systemen. Het ligt in de bedoeling dat we de komende periode veel meer personeel krijgen van particuliere huisartsenpraktijken. De trainingen bij de RGD en de medische zendingen zijn ook in volle gang. Er zijn landelijk artsen getraind van Albina tot Nikeri. Er zijn dus continu trainingen en dat is allemaal in het kader van het hartsinitiatief. En de bedoeling is, zoals u weet, zijn hart, dus zijn de hart- en vaataandoeningen, de risicofactoren daarvoor, hoge bloeddruk en suikerziekte, dat zijn de twee voornaamste factoren die de druk eigenlijk op onze budgetten in de zorg verhogen. En daarom is het ook belangrijk dat wij een goede monitoring hebben, regulering hebben in die eerste lijn al, waardoor in de tijd het aantal patiënten met complicaties ook veel minder zal gaan worden en daarmee ook de druk minder wordt. En de health educators zijn een groep mensen die al een hele poos zijn afgestudeerd. Wij hebben als ministerie nu finally, de mensen zijn we aan het overnemen. Ze zijn divers, op diverse ministeries werkzaam. Het zijn gewoon mensen die in een ambtenarij zitten. Nu zijn ze aan het overnemen. En we zetten ze ook in binnen gezondheidsunits, binnen educatieunits. Ik kan ook met trots aankondigen dat we binnen nu en 3 maanden, dus we zijn nu in augustus, dus als het goed is in november 2024, zullen wij ook de nieuwe, laten we zeggen, het eerste model gezondheidseducatieunit openen. Dat is aan de Toertonnenlaan, waar voorheen Libi was. Libi was het gezondheidseducatiecentrum, staat er nog steeds. We zijn nu bezig met ondersteuning van de IDB. Zal er een volledig nieuw gebouw komen, een cabine, waarbij we laagdrempelig in de personen, de samenleving, toegang zal hebben tot informatie, educatie en dit alles past ook daarin. Dus je moet ook trainen voor je begint met iets. En mensen moeten ook betrouwbare informatie krijgen. Dus op die plek aan de Toertonnenlaan, is vlakbij het voor dermatologische dienst, zal ook de samenleving toegang hebben tot laagdrempelig, dus eigenlijk kosteloos informatie, et cetera. Maar daarover komen we de komende tijd nog verder uit. Ik wil dus van deze plaats ook alle personen die zijn afgestudeerd, dat ze de training hebben gevolgd, feliciteren. Maar ook die samenleving, want die krijgt ook nu van deze personen ook veel betere en gerichte informatie over hun gezondheid. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.